weekoverzicht van 28 januari tot en met 1 februari. Op woensdag 30 januari is het ontwerpplan Monnikenberg gepresenteerd door wethouder Erik van der Wand. Monnikenberg is de plek waar het nieuw te bouwen ziekenhuis moet worden gerealiseerd, vlak naast het huidige Tergooi ziekenhuis. Om de bouw mogelijk te maken moet een ontwerpbesluit door de raad goedgekeurd worden. Zo moet er bijvoorbeeld een kapvergunning voor 1473 bomen worden afgegeven. Even korte historie van dit bouwplan. En dat is dat op 4 april 2011 de initiatiefnemers hier aan tafel het masterplan Monnikenberg gepresenteerd hebben aan de gemeente. En op 12 mei 2011 heeft het college positief over het masterplan geoordeeld. En op 12 mei is de start van de inspraakprocedure en de procedure voor een milieueffectrapportage van start gegaan. Op 1 februari van vorig jaar, 2012, heeft de gemeenteraad een unaniem besluit genomen om de bestemmingsplanprocedure te starten. Op 16 mei 2012 tekenen de initiatiefnemers een overeenkomst voor het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds. Het beheer en de ontwikkeling van de natuur om Monnikenberg is hiermee voor de komende 100 jaar veiliggesteld. En ook tekenen de initiatiefnemers en de gemeente een overeenkomst waarin staat dat de initiatiefnemers alle gemeentelijke kosten voor de realisatie van het masterplan aan de gemeente vergoeden. Op 22 augustus 2012 geeft de gedeputeerde staat van de provincie Noord-Holland een ontheffing voor de bouw van 125 woningen buiten bestaand bebouwd gebied. En ook voor de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur, die wordt vergroot met 2,4 hectare. Dus de ecologische hoofdstructuur wordt feitelijk versterkt. Op 9 januari 2013 is er een positief besluit van de gemeenteraad over gezamenlijke beoordeling van de ontwerpbesluiten. Op 30 januari 2013, en daar zijn we vandaag, start de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpontheffingen voor geluidsnorm, ontwerpkapvergunning en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Er zijn dus nog geen besluiten genomen, maar het ontwerp, het voorontwerp is nu ontwerp geworden en gaat in procedure. En dat heeft natuurlijk een aantal effecten, waaronder het kappen van bomen. In het masterplan was een aanname gedaan van 1500 bomen. Dat was een schatting. Die schatting is uitgewerkt. Dat is ook een technische aangelegenheid hoe je dat doet. En in definitieve vorm wordt voor de eerste fase een vergunning aangevraagd van 1473, zeg ik goed uit mijn hoofd. En mogelijk in de tweede fase, en die vergunning is nu nog niet aan de orde, zal een aanvraag gedaan worden voor 300 tot 500 bomen die nodig zijn om met name de huisvesting, de woningen te realiseren. Een boom die verwijderd wordt, die vertegenwoordigt een bepaalde waarde, boomwaarde heb ik begrepen. En wat we dus doen hier is dat er gewoon 1000 bomen herplant worden. Maar dat de overige waarde van die bomen meer dan gecompenseerd gaat worden in geld. Wat nu voorstaat, waar de kapvergunning nu over gaat, is er een compensatiewaarde te berekenen op basis van allerlei regels die gemeenten nou eenmaal hebben te voeren, om maar zo te zeggen. En daar komt dat bedrag van 530.000 euro naar voren. Wij hebben aangegeven dat wij graag een afspraak willen maken voor totaal Monnikenberg. Dat is van belang. We hebben ook gezegd dat we die afspraak afdwingbaar willen laten zijn. En we hebben met elkaar afgesproken dat we zeggen, nou, het totaal aan bomen, zoals net ook door Erik van der Wand aangegeven, voor Monnikenberg schatten we in, naast de 1473 die we nu reeds kappen, dat er nog ongeveer, en dat weten we niet precies, want het ligt aan de plannen die we nog hebben uit te werken, tussen de 300 en 500 bomen in fase 2 nog additioneel gekapt zullen worden. Dat totaal willen we op een goede manier compenseren. Dat doen we door 1000 bomen sowieso her te planten. En als het er meer kunnen zijn, zal het zeker meer zijn. Maar die in ieder geval garantie hebben gegeven. En daarnaast investeren we, of in die context investeren we in totaal 2 miljoen aan allerlei natuur- en landschapsinrichtingen. Huidige ziekenhuis staat hier. Stel nou
Even in theorie, dat je al in staat zou zijn om het huidige ziekenhuis eerst af te breken. Dan zit je natuurlijk met de continuïteit van je zorg. Want je moet een andere plek hebben waar je dan de functies uitvoert. Dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Dus er moet hier eerst gebouwd worden. Het ziekenhuis blijft staan. Maar er is ook een ruimtelijke component. En we vinden dus dat ook als het in theorie mogelijk was geweest om op dezelfde plek te bouwen, ja, dat het verstandig is om dat hier te doen. Dan gaan er weliswaar veel bomen plat. Maar de bouw van de hoogte van deze bouw komt niet boven de bomen uit. En we creëren hiermee die groene weg. Eigenlijk vanaf het begin al dat het masterplan ontstaan is geroemd. Omdat we daarmee ook de ontsluiting naar de Van Riebeek, en dat vinden we heel erg belangrijk, krijgen. En de beleving van groen om de natuur in te kunnen heel belangrijk wordt. Vliegveld Hilversum, 30 januari 2013. Binnen is het warm en een gezellige drukte van belang. Vanavond is er een informatiebijeenkomst belegd over de nieuw te bouwen woonwijk Ter Sijpe. De organisatie berust in handen van Hart voor Hilversum. Ter Sijpe ligt aan de rand van Vliegveld Hilversum en heeft daardoor invloed op de huidige ligging van de startbanen. Even in het kort waarom Weidemeren daar wil gaan bouwen. De provincie heeft binnen haar structuurvisie, dat heet tegenwoordig bestaand bebouwd gebied, hebben ze gebieden aangewezen waar nog gebouwd mag worden. En dat is Ter Sijpe, bestaat dus binnen bestaand bebouwd gebied. En dat is de enige plek in Weidemeren waar we een dergelijke wijk kwijt kunnen. Weidemeren bestaat voor 50% uit water en de rest is in handen van natuurmonumenten of andere natuurorganisaties. Wij kunnen helemaal niet meer. Ik heb een heleboel argumenten tegen de verharding van het vliegveld, dat is duidelijk. Ik wil wel nog zeggen dat ik het heel vreemd vind dat we hier vanavond praten over de verharding van het vliegveld. Ik heb net de antwoorden op de vragen van het college van de provincie gelezen. Die heeft gezegd dat er voor het reces 2013 overeenstemming moet zijn over de verharding. En anders gaat het gewoon niet door. Die overeenstemming die zou er moeten zijn onder meer met gemeente Hilversum, gemeente De Bilt, bewoners, milieubewegingen, etc. Nou, als we het rijtje aflopen, dan kunnen we al zien dat die overeenstemming er niet is. Gemeente Hilversum is tegen, gemeente De Bilt is tegen, bewoners zijn tegen, alle milieubewegingen zijn tegen. Dus die verharding kan er gewoon niet komen, want er is geen overeenstemming. Dus we zijn hier wel een discussie aan het doen die gelopen is. Maar nu is het zo alsof het asfalt het pijnpunt is. Volgens mij is het werkelijke issue in een woonwijk die er inderdaad gaat komen, dan vervolgens hoe je de banen configureert, en dat moet sowieso anders. Dat ook als het gras is, heel duidelijk ook als het gras is. Vervolgens neem je dan, is het feit een optimaliseringsvraag, hoe je dan vervolgens omgaat met de oppervlakte van de runway, zoals we het netjes noemen. En dan blijkt gewoon asfalt daarbinnen een betere keuze te zijn. Goed. Maarten Driessen is mijn naam. Ik ben voorzitter van de Stichting Vliegveld Hilversum en dat is de exploitant van dit vliegveld. Voor de goede orde, ik zal het twee keer herhalen en dan hoop ik dat u het nooit meer vergeet. Wij hoeven geen verharde baan. Wij hoeven geen verharde baan. Maar als Ter Sijpe gebouwd wordt, dan is er voor mij één belang. En dat is veiligheid op dit veld. En als de veiligheid niet gegarandeerd is en of niet beter wordt in die situatie, dan zal ik me tot in het hiernamaals verzetten tegen de bouw van Ter Sijpe. Omdat dat de enige reden is waarom wij spreken over een stukje fietspad waar volgens mensen die er geen flauw benul van hebben, denken dat we daar vrachtwagens over gaan laten rijden. Het slaat helemaal nergens op. Het plan wat is uitgewerkt, is oeverloos uitgekoud. Biedt uitsluitend voordelen. Ook voor diegenen die herrie op de hei zien.
ik begrijp bij God niet waar ze het vandaan halen om daar nadelen in te zien. Oh, sorry, nee, ik zeg iets fout. Eén nadeel. Wij gaan over een deel waar niemand woont, maar waar wel dieren kunnen wonen, gaan we iets meer geluid produceren. Dat is waar. Dat is waar. Maar alle bewoning in Hilversum, alle bewoning in Hilversum wordt minder belast. Alle bewoning in Loosdrecht wordt minder belast. En alle bewoning in Hollandse Rading wordt minder belast. Wij zijn blij met onze 3 grasbanen. Dank u wel. We staan hier omdat hier vandaag een lokaal geopend wordt waar metaaltechniek en installatietechniek kan worden gedoseerd. Dat is weer nieuw voor het mbo-college. Het is ook heel goed dat er vakken onderwezen worden waar jongens en meiden met de handen kunnen werken. Waar ambachtslieden worden opgeleid, want die hebben we ook hard nodig in Nederland. Dat is een van de zaken waarom het mbo-college belangrijk is. Het is natuurlijk sowieso belangrijk dat we goede opleidingen in Hilversum hebben, mbo hoort daarbij. Is ook belangrijk voor de huidige economie dat juist mbo-studenten naar de arbeidsmarkt toe kunnen gaan. Er is een groot tekort aan op allerlei gebieden, maar vooral op techniek. Nou, dat wordt hier vandaag weer opnieuw onderwezen. Dus het is heel mooi en we hopen dat het mbo-college ook echt die positie zich kan verwerven. Het heette ooit ROC Gooien Vechtstreek als onderdeel van het ROC Amsterdam. Het heet nu weer mbo-college Hilversum en daar zijn we ook trots op. En we hopen dat het heel lang zo blijft. Op een regenachtige dag nemen we een kijkje in het kattenhuis van het dierenasiel Krailo. Hier ligt buurman. Zij is een oudere dame uit 1995 en heeft behoefte aan een lekker warm mandje. We zoeken een huis zonder kinderen en dieren waar ze haar oude dag kan slijten. Op de bank ligt Poes. Zij is een oudere dame uit 1996 en ook zij heeft behoefte aan een huisje zonder dieren en kinderen. Poes wil graag de mogelijkheid hebben om in de tuin van het zonnetje te kunnen genieten.